Ik hoop dat Joey hem heeft gevonden. Maar ja, dan nog. Joey, kan Joey hem alleen aan? Of als hij met een groep is, hoe gaat dat dan? Nou, dat was een leuk feestje daar verderop. Het is overal al Halloween, zie ik, maar... Oké, okay, ja, gezellig. Nou, was heel gezellig. Dat was kortom het hele gesprek eigenlijk nu. En ik... Oh, wacht, die deur. Joey? Daan? Wacht even. Wacht, ik doe die deur achter mijn kont dicht, want dat is de bedoeling in dit huis. Jongen, waar zijn ze? Waarschijnlijk bij opa, maar... kijken. Joey? Daan? Ook niet hier. Wacht even, dat... Wacht even, dit klopt niet. Shit. Oh shit, dan doe ik... Zit hij in de kist? Nee, opa zit niet in de kist. Oh jee. Volgens mij heb ik een probleem. Volgens mij zijn Joey en Daan nu gewoon door opa meegenomen. Wat... en hij deed nog zo alsof hij oud was en dingen vergat en niet wist waarom hij hier zat. Shit, ik moet Daan en Joey gaan zoeken. En vooral opa, want die moeten we echt terugpakken. Want, oh shit. Oké, ik ga hier langs. Even kijken, ik ga hier gewoon langs. Via de... Wat is dit? Een viaduct of zo? Geen idee. Maar dan heeft opa hun weer meegenomen. Alweer, waarom? Tenminste, ik ga ervan uit dat dat zo is gebeurd. En dan kom je van een leuk feestje en dan krijg je dit weer. Echt, die jongens kunnen ook niet voor zichzelf zorgen. Echt, ik heb ze pistolen gegeven en munitie en wat doen ze? Ze zorgen er gewoon voor dat opa weer ontsnapt of zo. En dan worden ze ook nog meegenomen. Hebben ze natuurlijk weer snoepjes geaccepteerd van hem. Die hartstikke giftig zijn. Ik krijg honger van het geloop. Oh, dat eten dat schiet ook niet op qua aanvullen. Echt, ik krijg hem nog zwaar hier. Ja, ik heb in ieder geval mijn... wat is het? Hoe heet die? M9. Matje 17 wil ik maar eens doen. M17, maar waarom hebben ze dat dan weer niet? Ze hebben al een M9. Kijk, waar ben ik? Oh, hallo Erik. Oh, Erik zat te plassen. Ik ga me niet laten zien dat hij aan het plassen is natuurlijk. Wat is dit eigenlijk voor gebouw? Volgens mij... Wacht even. Oh nee, mag Matje niet weten. Oh nee. Daan! Hoi. Waar is Joey? Is Joey dood? Nee, die leeft nog. Leeft hij? Ja. Maar... Opa is weg. Ja, Joey is weg, ja. Opa, geen idee. Is opa weg? Oh. Alle deuren stonden open. Oh ja, jullie zouden op hem letten. Het was warm een beetje, dus we lieten de deur... Oké, ik zei, opa is ontsnapt. Ik mag hier geen wapen gebruiken. Safe zone. Shit. Ja, waarom zijn ik hier eigenlijk? Ook? Ik ben bang voor jou. Waar zijn we dan? Ja, peacekeeper, bro. En dan laat ik dit zo zien? Ja, zie je het? Shit. Er is niemand, toch? Oh, nee. Volgens mij niet. Ik wil Joey terug. Nee. Joey is ergens anders. We gingen opgekleed om opa weer te zoeken, maar ja. Ja. Waar is hij dan? Toen het wapen hier is weg. Oh, sorry. Is hij in deze stad? Nou ja, hij is in de capital volgens mij. Daar heb ik hem voor het laatst gezien. Daar heb ik hem naartoe gestuurd. Oké, dan moeten wij daar... Wat? Namens het Caesar Staff Team wensen wij jullie een fijne Halloween. Ja, fijne Halloween. Oké. Dan moeten we daarheen, want ik wil Joey ook spreken. Misschien heeft hij hem inmiddels al gevonden... En wie zegt dat broer echt dood is, weet je wel? Misschien was het toch alsnog een complot en een... Nou ja, ik vertrouw dat al niet waarom hij ons in één keer ging helpen. Het leek net of hij zelf in de problemen zat, dat hij zelf niet meer omhoog kon. Dat hij dacht, nou, we doen maar net alsof we vrienden zijn. En nou, we lopen ondertussen er wel heen. Ja, ik heb het idee dat ze een beetje een plan aan het bedenken zijn. En dat ze... doen alsof wij vrienden van hem zijn of zo. En dat ze dan in één keer toe gaan slaan. Net zoals dat wij dus deden.
Ja, maar ik... Waar is opa? Ja, weet ik niet. Nou, Jo en ik gingen even lekker pils halen bij de winkel, weet je. En toen nog in de kamer terug en opeens waren alle deuren open en was opa weg. Misschien weet bewaakt Luc hem, waar die is. Luc? Weet je waar... Opa is? Opa is, ja. Sorry. Ik heb momenteel niks voor je om te doen. Maar Luc, zoek hem. Ga je hem zoeken voor mij? Knik ja. Knik dan ja. Ga je hem zoeken? Hij kijkt alleen maar naar jou. Hij reageert niet. Ja, ik ben gewoon veel cooler. Luc, ga eens weg, jij Daan. Met je zoute popcorn. Luc, ga je hem zoeken, ja of nee? Zeg ja. Zeg ja. Oh, shit. We gaan weg. Rennen. Hij kan toch niet die bus in of die taxi. Kom. Oh. Hij had vertraging bij de taxi. Ja, dat kan ik ook niet helpen. Oké, we moeten deze taxi geloof ik in. Oké, we gaan over de verkeerde kant. Ik moet niet via de kofferbak, hè? Oké. Oh. Oh. Wat? Ho, wacht. Ho. Al moment. Ho. Rustig. Wat zijn het voor mensen? Nou, die heeft iemand vermoord, denk ik. Rustig. Goed op. Rustig. Ja, kom. Rennen! Kom. Pierodijntje, nee. Nee. Rennen. Rennen, we moeten weg. Dus volg ons. Ja, ga weg. Oh shit, ik had net mijn pistool in mijn hand. Ze hebben het vastgezien. Oké, kom, waar moeten we heen? Hier rechtdoor? Deze brug op, volgens mij. Oké, we gaan deze brug op. Nou, er is ook geen andere route. We moeten alleen maar rechtdoor hier. Ik hoop dat Joey hem heeft gevonden. Maar ja, dan nog. Kan Joey hem alleen aan? Of als hij met een groep is, hoe gaat dat dan? Ja, dat weet ik niet. We waren gewoon een paar linken die boos zijn worden als hij weg was. Ja. Straks is... Wanneer heb je hem voor het laatst gezien? Hoe lang ben je weg geweest? Ja, het was echt een heel lang feestje. Ja, daarom. Dus zo lang? Oh, maar hoe? Ah. Wat hebben jullie gedaan? Waar waren jullie? Nou, we gingen pils halen bij de supermarkt. Ja, dat zei je al. Ja, sorry, ik ben helemaal van... Wat is dit voor Lego poppetje? Nou, geen idee. Dat zal wel. Ken jij die Lego? Ja, waar is Joey eigenlijk? Daar. Waar? Daar. Oh, Joey. Oh, hoi Marten. Hoi Dan. Oh, ik ben blij dat jullie heel zijn nog, man. Ik dacht echt serieus dat Open jullie had meegenomen. Nee, zo slim zijn we ook wel. Nou, jullie zijn niet slim genoeg om hem tegen te houden, blijkbaar Joey, want hij is weg. Ja. Ja, Daan heeft dat eerlijk gezegd. Ja, je hoeft niet te verzwijgen. We hadden gewoon zin in pils, oké? Ja. Ja, leuk. Suiplappen. Maar wat is dit eigenlijk? Nou, ik weet niet, ik zat er ook al naar te kijken. Ik weet wie dat is. Dat is een hele grote rotjoch. Hey, ik hou echt niet van. Hey joh, ik heb het helemaal genezen. Dus ik kan niet zeggen dat het een rotjoch is, hè? Het is wel een rotjoch. Ik ga hem binnenkort maar eens even spreken, want... Oh, het is rotjoch. Dit is een rotjoch. Oh. Dus, Maar, Wat? Wat een crazy food. Crazy food. Honger? Nee, niet om eten vragen, want dan moeten we in één keer... Ik hoef nu even niet. We zijn... Dit is wel eten, maar we zijn op eten. Missie. Eten hebben we wel nodig. We zijn bijna dood. Oh nee. Dat hoeft niet hoor. Nee, hoeft niet. Nee, dan gaan we wel. Als je toch niet... Wat is dit voor stad dan? Nooit geweest joh. Nee, ik ook niet. Ja, ik ook niet. Maar ik zie daar allemaal boten en zo. Zijn jullie al met die bus weg geweest? Nee, maar ik heb wel mooi geld daar. Geld? Ja, een bank of zo, een geldeuro tekentje. Gewoon op de toren. Hé, hey, Ahmed! Oh, Hey! Hey, Ahmed! Hey! Ben je familie van Bert, van Ernie? Ahmed! Nou, dat lijkt een beetje op Bert van Ernie eigenlijk. Maar oké. Wat is hierboven? Een event. Oh, hier hebben ze weer een feestje gehad of zo. Let op. Dit is een... Zou je iets met dood?
In het event kan je doodgaan. Oh, nou laat dan maar. Ik heb geen zin om dood te gaan. Maar we moeten opa zoeken. Oh. Ik ga gewoon even kijken, waar gaat deze bus heen? Hoe duur is een busticket dan? Wat? Nou ja, we moeten gewoon busticket betalen, of niet? Ja. Ja, ik weet ook niet hoe duur dat is. Dit is naar Eerste Avenue, Eerste Street. We gaan er gewoon heen. Gast! Oké. Oh, we zijn er al. Zo, dat duurde lang. Oké, waar gaan we heen, jongens? Andere kant volgens mij. Ik ga deze kant vandaan. Ja, maar ik ken deze kant heel goed. Kijk, heb je Jean-Paul. Wie is Jean-Paul? Jean-Paul, dat is deze boef. Dat is je Mattie. Ik ken geen Jean-Paul eigenlijk. Dus welke kant moeten we op? De andere kant, dacht ik. Want daar komt de bus vandaan. Ja, maar dan gaan we daarheen, denk ik. Die kant? Ik denk het. Oké, nou, misschien zien we bekenden op straat. Nou, misschien wel opa of zo. Ja, ik hoop het. Dan kunnen we hem gelijk meenemen weer. Waar zit hem? Oh, nee. Oh. Ja, ik weet echt niet waar die is, jongens. Het is echt niet leuk zo. Ik moet echt even eten. Ik weet het ook niet. Nee, maar ja, jullie hadden dan bier. Ik heb ook helemaal niks aan jullie. Nee, maar we hadden gewoon dorst, oké, al. Jij hebt niks voor ons gehaald. Hè. Jij ging lekker feesten, zodat we daar wat aan hadden. Ja, jullie mogen er de volgende dag als jullie wilden, maar nee hoor. Jullie mochten naar de volgende party. Nee, man. We hadden ons eigen feestje houden, gewoon met onszelf, weet je. Gewoon een vieren, feestje, hoi, bier. Had dat dan gezegd? Ja, maar we wouden gewoon eventjes bier. Dat is gewoon... Ja, nou, dan kon je me toch bellen. We hebben toch een walkie-talkie? Ja, maar... Werkt hij nog? Hallo? Walkie-talkie? Hallo, werkt hij nog? Ja. Oké, okay, nou, dan is er toch niks aan de hand. Hij werkt toch gewoon? Ja, nou, dan had je toch kunnen vragen? Ja, maar dus het is zo, ja, ik dacht, jij bent lekker bezig, misschien hebben we uitstaan, weet je. Misschien met vrienden aanpraten of zo. Nee, tuurlijk niet. We hebben toch een gevangene gehad. Oh, wat is dit? Army base. Oh. Wow. Wat betekent dat? Leger. Hey, Jolanda. Hoi. Oh, Jolanda was is je ook weg. Op het feestje. Ja, die was ook op het feestje. Die is, ik wil niet te veel verklappen, maar die is eigenlijk vreemd gegaan. Maar, ja, straks hoort haar vriend het. Maar Army Base, waar is de ingang? Waar de deur is, denk ik. Misschien denkt hij dat hij hier veilig is of zo. Of misschien werkt hij wel voor het leger. Wow, een helikopter. Misschien dat hij nu doorgeeft dat wij gewoon heel veel wapens hadden. Hoe komt hij anders aan die TNT? Of dat de overheid ons gewoon. Dat de overheid ons wil hebben. Omdat het allemaal gebeurde. Dat ging wat wij deden in Martopia. Wat is dit groot? Ja, precies. Man, wat is dit groot, joh. Kijk, er staat gewoon een helikopter van hun. Wow. Oh, ik vlieg. Nee. We moeten eerst kijken of hij niet is hier. Jij had altijd gelijk met je. Ik vlieg. Ja, je vliegt uit het groepje als je zo doorgaat. Wat is dit? Het zijn vlaggetjes, daar ken je niks. Damn. We moeten zien binnen te komen. Maar dit is een helikopter. Interactie met dit blok is niet toegestaan. Oh, kijk het leger. Het is wel heel fleurig, moeten jullie maar kijken. Ik weet niet waarom, maar het ziet er heel fleurig uit. Het lijkt niet echt op Area 42 of zo. Ja, maar het is echt gewoon alleen maar bloemetjes en zo. Maar hoe is er een manier om naar... Waar gaat dit heen? Er zit ook geen mens in. Terwijl uitkijken, want straks gaat hij in één keer omhoog. Nee, ik wil niet. Jawel, ik vlieg wel. Ik wil heel goed vliegen. Maar nee, ik wil niet. Ik wil kijken waar opa is. Oké. Ik wil een beetje lol maken. Ja, lol. We moeten eerst weten waar die is. Voor hetzelfde geld zijn ze nu een heel plan aan het maken om ons te pakken. En daar heb ik echt geen zin in. Maar nou, het is wel lol gehad. Ja, nou, wat een lol. Ik zit alleen maar met zenuwen, joh. We moeten kijken, we lopen langs het legerbasis. Ik heb gehoord dat het leger echt heel klote is als je ermee in aanraking komt. Maar we nemen het risico gewoon om hier hoe lang is dit pad wel niet? Om te kijken waar we naar binnen kunnen. We moeten gewoon naar binnen. Ik moet gewoon een manier vinden. Dus zodra we een kleine mogelijkheid hebben, dan moeten we er gewoon in, weet je? Als we nou gewoon een tank stelen, dan rijden we gewoon die muur in. Ja, knap gezegd.
heb en trouwens geld die tanks stelen dan? Ja, precies. Die staan al binnen. Dit is dat de GTA toch? Gewoon GTA. Nee, die tank kunnen we wel jatten, maar die staat binnen. Oh ja. Oké, we gaan nog een keer een stukje lopen, want hoe lang zal die muur wel niet wezen, joh? Hoe groot is dit? Ik heb misschien een idee, als we eerst de tank stelen binnen en dan rijden we naar buiten en dan rijden we dan de muur kapot. Ja, slim, maar hoe kom je binnen? Met een tank. Hoe krijg je die tank? Naar binnen gaan. Ja, hoe ga je naar binnen? Met een tank. Ja, dit is net als kip. Wie was de eerste? Kip legt een ei of... Hey Kiara! Hi! Ja, het was gezellig. Hè? Oh, je lipstift is nog steeds uit. Nee, vond je niet gezellig? Ze schudt gewoon nee. Nou ja, ik vond het wel gezellig en de volgende keer trakteer ik. Ja, wat is haar nummer? Dat is wel heel knap hoor. Nou, gaan jullie maar even nummers uitwisselen? Ik ben Daan. Hoi. Bel me. Doei. Nou, misschien zien we straks ook nog wel even voor jou, Joey. Waar is Joey? Nou, dat hoeft niet. Nee, Joey wil geen eindje natuurlijk. Nou, ik vind het echt belachelijk lang... Oh, wacht even, dan zie ik bomen. Misschien is dat het einde. Is de boom, we zijn bedrog. Maar als ik wakker word, dan staat die bomen nog. Ik pak een hakbijl en ik zie het gezicht. Van de boomstronk die in de grond ligt. Ik hak hem om en steek hem in de fik. Dan is het lekker warm, want ja, dat wil ik. Ja, la la la, ik heb het niet meer koud. En we zijn aan de achterkant van dit gebouw. In Capitol. En we hebben een tank nodig. En we hebben een tank nodig om er weer uit te komen. En dit liedje, dat slaat nergens op. Jawel, want we hebben straks een hamer. En we zijn niet te stop. Wacht, we kunnen hier omhoog. Dan kunnen we misschien via de boom. Wacht. Oh, misschien kunnen we erin. Oh my god, willen we erin? Is de vraag. Ik ga wel eerst, want ik heb toch net een chickie gefixt, weet je. Nee, wacht. We moeten eerst een plan. Wacht, een plan. We kunnen hierin. We moeten een plan vinden. Dit is nog steeds een lege basis, toch? We moeten gewoon kijken hoe we hierin kunnen komen. Heb je misschien een glider of zo? Kan van een berg vliegen. Wat, dubbele muren? Ja, dat zie je toch. Ja, oké. Oké, we gaan even kijken hoe we dit gaan doen. En dan waar is Daan? Daan? Kijk, van mijn huisjes van de Krottenwijk. Wacht even. Oh ja, een paar. Oh, dat is gewoon oefenterrein, denk ik. Oh. Kunnen we een stoppetje spelen, Joey? Ja. Oké, we gaan eventjes uitzoeken hoe we dit gaan doen. En dan gaan we gewoon inbreken. En dan misschien is open daar. Maar als open dat niet is, dan hebben we een probleem, hè? Nee. Dan pakken we... Ja, dat... Ja, oké, ik zie wat leuks vanaf hier. Oké. Nou ja, kom, we gaan die kant op. Ja, kom. Lego. Nee, jij hebt hem meegenomen. Nee. Ik heb hem daar gewoon gevonden. Nee. Verklaar waarom daar een cel is waarop staat cel Pyrodaantje. Verklaar. Ja, dan niet of je het niet wist.